Achter ons in de Brinkstraat, ja, is eigenlijk een heel mooi pand. Je kijkt nooit naar boven, maar als je het zo bekijkt, is het heel mooi. Ja, schitterend, hè? En wat wil je daarvan weten? Nou, er heeft vroeger een manufacturenhandelaar gezeten, Van der Veen. En die had twee dochters, Corrie en Dies. En die waren allebei heel erg muzikaal. En Corrie van der Veen, die is zelfs naar het conservatorium geweest. Heeft van de vader een Steinbeevleugel cadeau gekregen. Nou. En ja, ze kon fantastisch spelen. En ze had les gehad van een dame die er tegenover woonde. Tegenover hun. Dat was mevrouw Kuijer. En ik heb een mooie foto van die mevrouw. Oh ja. Prachtig, hè? Ja, dat kleine meisje, dat is Corrie. En dan dat grote, die mevrouw, dat is dan mevrouw Kuijer. En Corrie heeft later zelf ook nog les gegeven. Pianoles. En er moeten heel veel barenaars geweest zijn die van haar les hebben gehad. Gaf ze ook concerten en zo? Ja, ze trad op in het Badhotel en Hotel Zeilen trad ze op. Maar ook voor de radio, de NCRV. We hebben ook scans van de NCRV-gids waar ze in vermeld wordt. Ja. Dus ze was ook behoorlijk succesvol dus eigenlijk nog. En heel erg getalenteerd. Maar we zijn dus op zoek naar mensen die haar gekend hebben en die misschien zelfs les van haar gehad hebben. Haar zoon heb ik contact mee en die is ook wel benieuwd of er nog mensen zijn die zijn moeder gekend hebben. Of les van haar hebben gehad. En dan heb ik nog een vraag, want tijdens het 40-jarig jubileum van koningin Wilhelmina in 1938, daar schijnt zij ook opgetreden te hebben in het Baarnse Bos. Gebeurde weer bij de Grote Kom, hè? Bij de Grote Kom, ja. Ja, maar ja. Dit was zelfs op een ponton, hè? Dus in het water. Oh, wat leuk. Met de piano. Ja. En daar een concert gegeven. Nou, er is geen bewijs van. Haar zoon, die heeft dat ooit eens gehoord, dat zo was. En het zou leuk zijn als daar foto's van zijn of krantenberichten. Er moet ongetwijfeld iets over in de krant verschenen zijn. Dus hopelijk. Waar is het veranderd zo? Die weet niks? Of, nee, niks kunnen vinden. Nee. Nee, nou je weet nooit. Ja, misschien komen we er nog achter. Ja, ik hoop het voor je.